Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Een klein beetje een weekoverzichtje weer van wat er allemaal deze week gebeurd is. Nou, voordat wij dus naar de kermis gingen, heb ik vrijdags mijn nieuwe werkbus opgehaald. Ik heb eindelijk mijn nieuwe werkbus, ik ben er hartstikke blij mee. Hier zal ik nog eventjes wat foto's laten zien. Dus ik ben er echt ontzettend blij mee. Hartstikke leuk. En ik ben vrijdag op wezen halen. Hij rijdt echt super lekker, rijdt hij. En super gewoon. Hartstikke tof. Nou, jullie weten het. Zaterdag zijn wij naar twee kermissen geweest. Dat was de kermis... waar was het ook weer? De kermis in Den Haag, Ypenburg en de kermis in Brielen zijn we geweest. Dat was hartstikke leuk. Wel verschrikkelijk koud was het. En de kermis was dit jaar leuker dan vorig jaar. Vorig jaar vond ik Brielen niet echt een leuke kermis. Nu was het wel een leuke kermis. Alleen het was ontzettend koud was het. En we hebben toch eventjes het vuurwerk meegepakt. Vond ik ook wel heel erg leuk om ook weer deze aflevering, zeg maar, van de kermis in Brielen. Om altijd het vuurwerkshow mee te pakken. Brielen hebben altijd vuurwerk. Dus vond ik ook wel leuk. Nou, maandag weer begonnen met werken. En hoe heet dat? Met de nieuwe bus. Een beetje inrijden en zo. En eigenlijk in deze week hebben we eigenlijk alweer Heenvliet in één klap hebben we alweer gedaan. Momenteel ben ik lekker in Zuidland bezig. En super leuk. In ieder geval super tof. Gisteren ontplofte Facebook omdat er een kennis... Of een oud kennis. Ja, ik ken haar persoonlijk niet. Maar ik las op Facebook dat er een vrouw was overleden. Die vroeger altijd vaak een Tex-Mex kwam. Dus dat is ook wel weer minder. Balen is dat. Waarom gaan altijd al die goede mensen. Die goede. Waarom gaan alle goede mensen. Als eerste. Mensen die. Tenminste nog wat voor een ander over hebben. Klaarstaan voor anderen. En het is altijd zo van zulke mensen gaan altijd als eerste. Vind ik altijd wel heel erg treurig, vind ik dat. Nou, vandaag was het lekker, zijn we lekker nog bezig geweest. Het is nou ook weer een heerlijk zonnetje. Is er nou weer een heerlijk zonnetje. Kunnen we weer lekker genieten. Kunnen we. En vandaag thuisgekomen. Het is vandaag inmiddels donderdag al. En thuisgekomen. En ik ben lekker met Joost even een rummetje hier gedronken. En ik heb inmiddels lekker weekend. En waarom ik weekend heb, dat zien jullie in de volgende vlog weer. Ik bedank jullie even voor het kijken. Dit was even een kort vlogje eventjes. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje, dan voel je op de hoogte gehouden. En like deze video en alle andere video's. Hou mijn kanaal in de gaten, want er komen nog hele leuke video's aan. En vooral nu komen er hele leuke video's aan. Want we gaan aankomend weekend gaan we weer naar kermissen. Gaan we, en voordat we naar alle kermissen gaan, gaan we nog ergens anders naartoe. En dat ga ik nog lekker, ga ik dat nog niet verklappen. Dat horen jullie in de volgende vlog. De volgende vlog is nog niet de vlog dat we daar naartoe gaan. Dat is nog heel eventjes een heel kort praatvideootje. En dan daarna gaan we weer ergens naartoe. Waar dat is ga ik lekker niet vertellen. En dan gaan we, dat is op vrijdag is dat. En dan zaterdag gaan we weer kermissen doen. En dat zijn er drie, maar liefst drie kermissen gaan we doen. Dus hou het kanaal in de gaten. Er komt weer hele leuke content aan. Nou, fijne dag verder. Ochtend, middag, avond, wanneer jullie deze vlog kijken.
Stuur even de link door van het YouTube-kanaal naar al je vrienden, kennissen, familie, oma's, opa's, tantes, neven, nichten, vrienden, vriendinnen. En ik spreek jullie allemaal. Groetjes van deze kant, tot de volgende vlog. Bye bye. Hoi.